Mijn naam is Maren Kulas. Ik ben vierdejaars academisch student. Dus dat wil zeggen dat ik aan het afstuderen ben. Ik heb hiervoor een HTS bouwkunde vooropleiding gevolgd met studiedifferentiatie architectuur. En ik ben nu werkzaam bij het architectenbureau MVRDV. Ik ben naar de Academie voor Bouwkunst gegaan, omdat ik, nadat ik als HTS'er ben begonnen met werken, ik toch niet genoeg voldoening kreeg en ik mezelf verder wilde ontplooien. Als je van de HTS komt, dan ga je meestal als tekenaar aan het werk. En het leek me toch interessanter om eerder in dat proces mee te doen. Dus dat je gewoon veel bepalender bent in hoe het ontwerp eruit gaat zien. Ik heb dus een vrij brede en gedegen technische achtergrond. En dat kan eigenlijk ook een ballast vormen als ontwerper zijnde. Omdat je je vaak laat beperken door die technische kennis. En op de academie, door het eigenlijk te doen, door te gaan ontwerpen, leer je dat een beetje van je af te zetten. Op die manier leer je wat vrijer te ontwerpen. Wat ik goed vind aan de academie is dat ontwerpateliers, dat zijn altijd kleine groepen. Dus er zijn veel contacturen met de docent. En de docenten, dat zijn vaak vrij jonge architecten die gewoon uit de beroepspraktijk komen en die op de een of andere manier opvallen met het werk dat ze leveren. Je leert je eigen proces te ontwikkelen. Dus de docent die begeleidt je heel erg in een ding dat jij doet. Er wordt niet echt een methode op je losgelaten die je dan uiteindelijk moet gaan beheersen. Tijdens die ontwerpateliers ben je vaak bezig met de docent. Je moet je ontwerp verantwoorden. Je kan niet lukraak dingen doen. Dus je wordt ook eigenlijk gestimuleerd om heel goed na te denken over waar je mee bezig bent. En dat zet je eigenlijk op een ander spoor dan het technische spoor. Zo leer je om met andere ogen te kijken. Meer met de ogen van de gebruiker. Ik ben een architect die houdt van een simpel schema. En om dat uit te werken. Door eigenlijk een niet al te ingewikkeld concept voor een gebouw te hebben. Ook een makkelijk leesbaar gebouw te maken. Als je het gebouw ziet, dat je dan in één oogopslag kan zien hoe het gebouw min of meer in elkaar zit. Waar welke ruimtes zitten, waar circulatie zit en hoe dat gebouw georganiseerd is. Het atelier Woon-Werkwoningen was een atelier waarbij een gebouw ontworpen moest worden waarin bijzondere woningtypologie moest komen, de woon-werkwoning. Nou, ik heb het idee gevat om een lange straat te maken met woon-werkwoningen of van woon-werkwoningen. En om die als een spiraal omhoog te laten lopen, zodat de envelop van de locatie gevuld was. 6 verdiepingen en dan een toren op het dak. Ik ben nu bezig met afstuderen. Dat gaat op de academie in afstudeergroepen met een bepaald thema. En in mijn geval is dat thema SOV, strafrechtelijke opvang voor verslaafden. Ik ben bezig met een ontwerp voor een gebouw waarin 3 fases in een gebouw moeten komen. En elke fase heeft een eigen karakter. Op de bovenste verdieping de meer traditionele gevangenis voor de mensen die net binnenkomen. De tweede verdieping wordt een meer vrije indeling en op de begane grond komen natuurlijk de entrees. En de woningen zijn echt aan de straat gesitueerd. Dus dat gevangenen een minimale toezicht hebben en minimale begeleiding hebben. De keuze om aan de academie te beginnen is al een zware keuze. Je bent dus aan het studeren naast je werk. Maar aan de andere kant krijg je er ook heel veel voor terug. Je levert een mooi product. En natuurlijk is je uiteindelijke streven om architect te worden en om dat werk ook te doen. Als je klaar bent met de academie, ben je natuurlijk nog niet een ervaren architect. Maar volgens mij ben je wel goed onderweg om er eentje te worden.